Otpop is een jaarlijks terugkerend festival in Maastricht. Dit jaar was de 6e editie en het gaat eigenlijk over de echte spirit en mentaliteit van rock'n'roll. En dat is hetgene wat we eigenlijk elk jaar willen laten zien. En dan de allernieuwste vormen op dat gebied. What is the name for the newly band? Willy Fitzwell en Ed Noyce. Wow, dat is doorsnee, heel hitgevoelig, denk ik zelf. Invloeden? Spice Girls, Ace of Base, Take That is gelukkig weer terug. Ja! We spelen in Los Dancing Queens, oftewel Tut. En vanavond hadden we een feature, Los Dancing Queens, featuring Tut. Wat zijn de invloeden van de band? Ja, veel randen en rafels. Plus. Porno. Ja. Hoe maak je dat integraal in een bepaalde lied of tekst? We hebben geen lied of tekst, we hebben gewoon provocatie. Titmachine. We spelen onze favoriete covers en dan op een manier zoals wij die zelf leuk vinden. En onze beetje... eigen nummers. En gewoon één voorwaarde, gewoon toen we gewoon begonnen, was eigenlijk dat geen van ons gewoon het instrument beheerste wat we gingen spelen. En ja, daar kom je al snel bij de punk uit. The reason why I started beatboxing was Fat Boys, but I was this time I was listening to punk rock music a lot and kind of experimental noise music. Een grote inspiratiebron is Raffaella Carrà. Raffaella Carrà uit Italië uit de jaren 70 en eind jaren 60. En je houdt achter. Ja. Ik ben de